VVGZ in actie is een website waarin we voetbalitems veilen. Met die veiling willen we eigenlijk iets terugdoen voor alle energie die Fred in de voetbalwereld heeft gestoken. Fred is vanuit oorsprong gelieerd dat hij hier gewoon gespeeld heeft. We zijn hier in de kantine, je ziet ook nog foto's hangen. De meest actuele link is dat zijn zoons hier in de A-selectie spelen bij mij. In die hoedanigheid is Fred natuurlijk betrokken bij de A-selectie en konden we altijd een beroep op hem doen. En zo heeft hij bijvoorbeeld op zaterdagochtend wel eens een spelerwedstrijd fit gekregen. Die dan na 17 minuten de 1-0 maakt. Ja, dat is dan wel lekker natuurlijk dat je Fred Zwan kent. Ik ben Jan-Willem, ik ben de jongere broer van Fred. Fred is in december ziek geworden, samen met het hele gezin. Met z'n allen kregen ze corona. Allemaal dezelfde symptomen, griep, spierpijn, hoofdpijn. Maar bij Fred was de hoofdpijn meteen heel intens. Op een gegeven moment werd het ook weer beter, alleen bij Fred bleef wel de hoofdpijn. In de nacht van 2 op 3 januari is de huisarts gekomen en die zei gewoon, ja, ik zie dat je doodziek bent, maar ik kan het niet verklaren. Daarna is er een MRI gemaakt en bleek hij een hersentumor te hebben van 8 centimeter. 4 weken na zijn operatie werd er een nieuwe MRI gemaakt en kreeg hij te horen dat de tumor in zijn geheel eigenlijk weer helemaal terug was. Dus dat was binnen 4 weken, dus ja, een ongelooflijk agressieve vorm. Dus ja, dan stort je wereld voor de tweede keer in. Ik vind VVGZ in actie vind ik echt fantastisch. Ik vind het fantastisch welke shirts er allemaal bij zitten. Dat spelers ook zelf een filmpje maken bij het shirt om te laten zien dat het echt hun shirt is. Ik ben heel blij dat VVGZ dit doet. Het zegt ook iets over de vogels. Ik denk dat Fred als mens met VVGZ en Feyenoord de juiste keuzes heeft gemaakt voor de clubs waar hij voor gewerkt heeft en bij gevoetbald heeft. De eerste idee was een voetbalwedstrijd, oud-Fred Zwan-spelers tegen VVGZ, om vervolgens te concluderen dat dat niet haalbaar is met de huidige situatie in de wereld. Dus toen zijn we snel doorgeschakeld naar een online veiling. We zijn 8 april live gegaan, 's nachts om 12 uur en de volgende ochtend hadden we al biedingen binnen. En daarna is het ongekend hard gegaan met hoeveel shirts we aangeboden hebben gekregen vanuit verschillende delen van Europa. Eigenlijk iedereen die iets met Fred heeft en had, die heeft hier aan meegewerkt en daar zat ook geen twijfel in. Eigenlijk alle shirts die er liggen ben ik trots op en de waarde moet iedereen voor zich maar bepalen. Maar als ik kijk naar een shirt van Stefan de Vrij, ja, dan vind ik dat echt een geweldig shirt uit de Champions League. Heeft hij gedragen in de wedstrijd tegen Real Madrid. Dat wij die hebben mogen krijgen voor de veiling, dat is natuurlijk uniek. Maar ook het feit dat Tony Villena uit Rusland het shirt meeneemt om dat hier te krijgen. Ja, dat zijn mooie dingen. Fred is op de hoogte van de actie. Hij vindt het geweldig dat de club dit voor hem doet. Hij vindt het super om te zien dat zoveel jongens die hij in die jeugd heeft gehad of die gewoon bij het eerste heeft gehad, hier aan meewerken. Fred die zegt, ik hoef niks. Stop iedere euro die jullie ophalen in het onderzoek naar hersentumorkanker. En met als ultieme doel dat mensen die dat later gediagnosticeerd krijgen, ja, dat zij een beter perspectief hebben dan dat hij dat heeft. Dus ook hier weer denkt hij aan de anderen. Ja, dat is hoe die is. Het feit dat mensen zo intens, oprecht meeleven met Fred en allemaal zeggen dat het zo'n fijn mens is, ja, dat geeft mij echt wel kippenvel. We hebben het over Fred Zwan, maar iedereen heeft te maken met kanker en, in zijn leven. En dat maakt wel dat ook in combinatie met Feyenoord, dat gewoon heel veel losmaakt. De actie loopt tot 1 mei. Ik weet dat er nog een aantal shirts aan gaat komen. Ja, ik weet zeker dat VVGZ met deze actie een fantastisch bedrag op gaat halen voor het onderzoek naar hersenkanker.